Onder meer Jaan Ulrich en de Belgische domorenners Johan Museeuw en Frank van den Broeke rijden er 5 vlakke etappes door de woestijn. Renaat Schotte volgde de Leeuw van Vlaanderen en de naar herstel zoekende van den Broeke in Qatar. Ladies and gentlemen, I welcome everybody to Qatar, to this very important event, the event which will inaugurate cyclism in Qatar. Thank you very much, Sheikh Khalid, for the opportunity that we have to organize this Tour of Qatar. Also, the Société Tour de France is very proud that they can help to develop cycling in the Arabic Gulf. I must say also that we try that the new baby who is born will have a long life. Toen ik hier landde, de eerste indrukken waren, gaan we hier wel kunnen koersen, gaan we hier wel kunnen trainen. De vraag die mij thuis een beetje in België afspeelde, ga ik daar mijn seizoen wel kunnen voorbereiden? Want we zijn hier toch een volle week. Mocht het volledig tegengeslagen zijn, dat we hier absoluut moeilijk konden koersen, moeilijk kunnen trainen, was dat een week verloren. Een echte shock was het voor mij niet. Ik had al in gelijkaardige landen geweest op vakantie. Ik wist wat er mij een beetje te wachten stond. Ik had er ook wel bepaalde dingen over gelezen voordat ik naar hier kwam. Maar toch, eenmaal ter plaatse is het toch ongewoon en blijf je toch raar opkijken naar de culturen. Als je dan eens spreekt met mensen die hier wonen en bepaalde vragen gesteld, dan ja, het is anders, ongewoon. Qatar, een schiereiland in de Arabische Golf, 3 keer kleiner dan België. Er wonen maar 630.000 mensen, de helft daarvan in de hoofdstad Doha. Frank van den Broeke, is het voor jou de eerste keer in een Arabisch land? Ja, eerste keer, ja. Ik zit wel al in Marokko vakantie geweest, maar de eerste keer dat ik koerst in een Arabische land, ja. Wat waren jouw eerste indrukken van het land? Er is niks speciaals te zien, alleen de zee is mooi. Doha is eigenlijk mooi, maar anders is niet veel te zien. Nee. De Sheraton is het bescheiden optrekje waar het complete peloton verblijft. Je kan er uren rondstaren in een indrukwekkende lobby. Het hotel is al 20 jaar oud, maar de grandeur van toen is intact. De luxe is een normale zaak in oliestaat Qatar. Het hotel is heel mooi, dat hadden ze ook gezegd, maar ik denk in deze landen hier zijn de hotels altijd heel chic gebouwd, heel prachtig omkaderd. Ja, we hebben geluk dat we in dit mooie kader, dit mooie hotel, mogen logeren. De Sheraton is aan vernieuwing toe, zegt de directie. Je kan je afvragen waarom. Misschien wil de emir, het staatshoofd van Qatar, nog meer luxe en uitstraling.
Om de hoteldirectie te plezieren komt er een fotosessie van het peloton. Elke ploeg poseert voor het hotel. Een ongewoon beeld, maar de renners nemen het er graag bij. Ja, nog nooit meegemaakt, 15 jaar prof. De eerste maal dat we tezamen werden geroepen om een foto te nemen voor het hotel. Het was een beetje eigenaardig, maar ja, het is ook een ongewoon land om in te komen koersen. Dus kunt je wel aan bepaalde ongewone dingen verwachten. Na de openingsceremonie start de eerste ronde van Qatar uit de geschiedenis. 15 ploegen van 8 renners wagen het avontuur. Bij de 120 deelnemers zit niemand uit Qatar. Kan ook moeilijk, want de plaatselijke wielerbond bestaat nog maar net. De ronde omvat 5 korte ritten, samen goed voor 676 kilometer. Er rijdt één Belgische ploeg mee, Domo Farmfried. Na 6 kilometer staat nieuwkomer Frank van den Broeke al aan de kant. Oh, we kunnen eraf, hè. VDB's zadel staat te laag. Ja, exact. Het zat niet goed? Het zat een beetje te leeg. En dan moet dat onmiddellijk aangepast worden, dan kan je de rit anders niet uitrijden. Anders kan ik de rit niet. Ja, ik kan ze wel uitrijden, maar niet op mijn gemak, met een goed gevoel. Dan, ja, het was een eerste koersfeit. Hè. Na 234 dagen zonder rijdt Frank van den Broeke weer competitie. De Ronde van Qatar is de ideale trainingskoers, zeggen de renners. Van de eerste meters, van de eerste dag, werd er hard gekoerst. In wirevorm. Ook voor de tussensprints en zo. Blijkbaar heel belangrijk voor de renners. En dat is eigenlijk alleen maar positief voor de mensen die het inrichten. Hè. Als je elke dag een peloton over de baan zit, over een slakkengang. Ook voor de mensen hier van Qatar. Ze zien spektakel, ze zien tussensprints, ze zien een hele mooie aankomst en zo. Ze zien ontsnappingen. Altijd maar rijden door koersen, ja. Het heeft zijn voordeel en zijn nadeel. Zijn voordeel, ja, omdat hoge snelheid kan je fiets zijn en dat heb ik momenteel nodig. En de nadeel is dat het heel saai is. Very good for Qatar because we have good roads, we have good weather, good accommodation, good police security.
So everybody now is very happy once they came here and they saw the organization, what we have been doing here, and I think they will come in the future. De organisatie haalt de mosterd uit Europa. Het VIP-dorp bij de start maakt indruk, want waar zie je een rijk gevulde tafel en obers in smoking in de woestijn. Genodigden zijn er amper, alleen renners en volgers bevolken Le Village de Départ. Na het vertrek van de tourcaravaan mag iedereen zijn gang gaan. Het buffet wordt zorgvuldig leeggeplunderd, met goedkeuring van de sheik natuurlijk. Diefstal overigens bestaat er amper in Qatar. Wie zoals ik zijn portefeuille verliest in de woestijn, vindt die één dag later intact terug op het politiebureau van de hoofdstad. De eerlijke vinder wil zelfs geen beloning. Zo werkt de islam in Qatar. What about the people of Qatar? Are they interested in cycling as a sport? Yeah, of course, all the people of the world are interested in cycling. It's only that exposure is not there all the time on the local channels and TVs. But by bringing this tour here and people have seen it live in front of them, their emotions have been changed. Everybody now is enthusiastic about it and people love it, and it's created a very beautiful atmosphere in these days. Qatar leiden alle wegen naar Doha, de hoofdstad. Alle ritten eindigen op dezelfde plek, de Corniche. Eerst en vooral is het een mooie aankomstplaats. Een mooi plaatselijk circuit die we elke dag doen. Heel mooi uitgezocht. Maar toch, je ziet, de renners zijn gedreven en de sprint. Is het een groepsprint of een massasprint? Die zijn toch echt nerveus om hier een ritje mee te nemen. De Corniche is heel mooi, hè? Het is toch heel mooi. Ook die plaatselijke rond voor daar te rijden, maar ik zeg anders als je van daar weg gaat. Zie je grote baan rechtdoor en een paar kamelen links en rechts. Ik was blij dat ik kameel bleef staan, want het was al vrij ongewoon om erop te gaan. Laat staan dat die kameel daar recht staat, dan weer zakken. Maar toch, ja. Ik heb hier al in elke rit voor de start iets mogen doen. En, ja, dat spreekt me toch aan. Iets ongewoon zo. Als je hier toch zit om te koersen, kun je wel een keer eens proeven van de cultuur van het land. Het is echt een wedstrijd, het is serieus, maar het is ook een klein stukje. Een heel klein stukje vakantie en een beetje van het land opsnuiven. De chaos voor de start van de derde rit is georchestreerd. Net voor de etappe zijn er kamelenraces. De eerste of de tweede dag zat ik naast een sheik. En die vroeg aan mij: hoeveel kamelen heb je? Ik wist niet als het voor te lachen was of als het gemeend was. Maar ik heb gewoon serieus geantwoord dat ik geen kamelen heb, dat ik alleen vissen heb. Waarop hij zei? We hebben vissen genoeg, maar in zee. Ja, dat is het. Ik moet het naar beneden zien. Zinder. Hey! 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 Hey
zal niet zeggen iedereen, maar heel veel renners lopen hier rond met een Kodak. En het is te heel goed te begrijpen ook. Iedereen wil al een souvenirtje meedoen naar huis, want het is de eerste maal en wie weet, normaal gaat het nog 4 jaar door, maar het kan ook zijn dat het plotseling stopt, hè, de Ronde van Qatar. I hope to last forever, but what I meant about the future, near future, tomorrow and after tomorrow, it's going to be even better than this. Ik denk wel dat in de toekomst kan zijn. Kan zeker een beetje verbeteren. Wel bergop had hier nooit zijn, maar anders. Voor de eerste keer doen ze dat wel vrij goed. Van verkeer, van trafiek, van de wegen ook. Gisteren was een beetje slecht, maar wij klagen niet. Het is toch ook heel goed georganiseerd, zo goed begeleid tot aan de aankomst van de rit. Altijd dezelfde hotel. Dus wel, voor de eerste keer vind ik dat ze dat heel goed doen. Ik zie het evolueren. Ik heb ook nog tegen mensen gesproken die bezig zijn met de Ronde van Qatar. Ze willen het uitbreiden, zelfs naar Dubai. Meer ritten, meer bergen ook? Ja, een bergrit of een etappe die zwaarder is, zou wel niet meer staan hier. Maar hier in Qatar zelf kan dat niet. Maar ik vind het zo ideaal, 5 dagen snelheid, vlak. We hebben de juiste stage achter de rug en Rafael, waar we heel veel bergop gereden hebben. Nu hier 5 dagen snelheid. Het ritme wat doen voor Mallorca. Ik denk ideaal voor de renners. Meer hoeft eigenlijk niet hoor. De reuzentent naast de Sheraton is de werkplek van de mechaniciens. Hier worden de fietsen afgesteld. De mechaniekers prepareren de kamelen van de renners, soms hard labeur. Nieuwe fietsen krijgen, dan moet alles nog reëel zijn en ik zit een perfectionist in alles. Dan is dat normaal dat ik veel uren aan het sukkelt en zo en aan het regelt. Dat is de Frank van de Mapei, maniakaal bezig met zijn materiaal, met schoenen, met pedalen, met dergelijke toestanden meer. Dat is Frank, alles moet in de puntjes perfect zijn. Maar dat is ook goed. Iemand die er niet mee bezig is, die is ook niet zo fanatiek. Ik wil dat zelf ook zien als bijvoorbeeld 65 cm, 8 is. Moet ik zelf zien van mijn ogen dat 65 cm, 8 is. Zijn je kleine zeugen dan? Ik was verleden jaar of de jaar daarvoor misschien niet zo fanatiek. Nu ook weer zo met de schoenen, met het schoenplaatje, met alles zit ik weer. Ik wil de best van mij uittrekken. Hoe vaak hebben jullie bijgetraind, voor of na de rit? 2 keer op 3. Een kilometer of 30, 40? Ja, zo is het. Om boven die 200 kilometer grens te komen? Ja. En dat is nodig, zo vroeg in januari?
Ja, we moeten wel profiteren van de zo schoon weer, van een keer of twee te kunnen gaan boven de 200. Het moet wel niet overdreven, niet elke dag. Dat we zijn toch maar in de 20e januari. Maar toch voor het vertrouwen zo is het altijd leuk. Trainingskilometers heb jij afgelopen winter afgemaald? Denk ik dat ik voor hier aan zo een goeie 11.000 was. 11.000? Ja, maar ik zit wel begonnen de 15e september. Hè. Het is wel vroeger dan die ander. Ik zeg, die eerste 4.000-5.000 had ik zelf nodig voor weer een gewone programma kunnen rijden. Hè. Dus het gevaar dat je overtraind bent, bestaat niet? Dat bestaat niet, hè. De vorm is er al voor dat te kunnen doen. Iemand die de vorm wel pakken, kan dat misschien niet doen. Ik zit al goed in vorm. Dan wil ik dat extra inspanning doen, omdat het is lang geleden dat ik nog van voor in een peloton heb gekoerst, echt aan blok geweest. Dan heb ik achterstand op die ander voor die ritme in de koers en zo. Maar ik rijd hier wel in de drie eerste dag iets beter dan verwacht. Hij laat een hele goede indruk aan mij. De Frank die ik bij Mapei heb gekend, zie ik hier nu weer voor mij rondfietsen. Rustig, gedreven, met zijn vak bezig. Al vooruitdenkend naar andere objectieven. Maar ik denk dat hij deze keer op... Vast, hè? Ik zie Johan heel sterk rijden, heel ontspannen, heel op zijn gemak, ook heel Latijn van voor. Hij wil, denk ik, op schoonheid eindigen. En als je misschien kent, meer dan 9 kansen op 10 dat het lukt. Ik stop in Zolder, maar laten we alsjeblieft toch nu nog niet in januari al telkens over dat stoppen spreken, want ik heb voorbeelden gezien die hadden beslist om te stoppen en de motivatie is dan weg. Je wordt er telkens mee geconfronteerd. Soms kan dat anders gaan werken. Ik denk dat ik me nu zie rijden, dat ik niet onderdoen op niemand hier. Maar het is wel alleen maar de Ronde van Qatar hier. De topploeg zijn er, maar iedereen is er nog niet. En op een parcours met bergop had dat nog veel verschil zijn. Kan positiever zijn voor mij of negatiever, dat weet ik niet. Maar momenteel, ik zit op schema voor het kunnen doen. Oh.
jouw conclusie van deze eerste ronde van Qatar? Ja, ik denk dat ik een heel tevreden man mag zijn. Je weet, wanneer dat avontuur van Qatar tot stand gekomen is, waren veel mensen sceptisch. Veel ploegen waren bezorgd. Wat gaat er gebeuren? Hoe is het? En, ik denk dat we nu echt tevreden mogen zijn op elk gebied. Ik denk sportief vlak. Er is suspend gebleven tot de laatste dag. Op organisatievlak, qua veiligheid, is er helemaal niks op te zeggen. De wegen zijn goed en ik denk dat de renners heel tevreden zijn. Ik denk dat ze een conditie opgebouwd hebben dat ze zeker niet in Europa kunnen opgebouwd hebben. It was a very successful tour and it proved that Qatar is ready for hosting this kind of event. And it's giving us a lot of enthusiasm for the tour of 2003. الذين هم في صلاتهم خاشعون. De ronde van Qatar.